We zijn hier in de Talter in Oldebroek voor de gemeentelijke voorleeswedstrijden. En de winnaar die mag gaan voorlezen voor de provinciale voorleeswedstrijden in Apeldoorn. Hoe ver ben je met je boekbespreking? Vraagt mama, die aan de andere kant van Monty met het zweetmes bezig is. Oei, de boekbespreking. Hij kijkt naar Monty, die rustig staat te grazen. Een tactisch antwoord, snel. Fik? Hij pakt het dikke blauwe halstertouw van de grond en zwaait het zachtjes rond. Oh, gaat goed. Ik ben heel ver. Al op de helft ben ik. Van het boek of van je boekbespreking? Een koning om te lachen. We gingen weer op pad en kwamen bij het speelgoedkasteel. Twee tinnen soldaatjes versperden ons de weg. Halt, wie zijn jullie? Wij zijn de Fantasia Club. En mijn naam is Stilton, Geronimo Stilton. Ik zou graag de koning van het speelparadijs spreken. Ik mocht naar binnen. En terwijl ik de troonzaal binnenstapte, vond ik een kristallen sleutel. Raar. Ik knielde voor koning Pretletter. Speelse majesteit, kunt u mij vertellen of zich in uw rijk het hart van geluk bevindt? De koning bekeek mij met een vergrootglas. Wat een leuke knuffelmuis. En, heb jij echte geheimen? Vraagt u er. Maatje bloost en antwoordt zacht. Ja, en jij? Ja, Tuur denkt meteen aan de Engelse piloot. Dat is pas een echt geheim. Maar dat mag hij natuurlijk nooit vertellen. Maatje pakt zijn hand. Kom, dan laat ik je mijn geheime kamertje zien. Dan vertellen we elkaar ons grote geheim. Ze trekt hem mee de koeienstal in. Tuur moet altijd even wennen als hij de stal van Holtermans binnengaat. Gerrit kijkt hulpzoekend rond, maar ziet niets dan grijnzende koppen. Nee. Redding hoeft hij niet meer te verwachten. Hij beseft wel dat ze hem te pakken hebben. De enige mogelijkheid is om het te doen. En het zal toch wel Rempel ook wel kunnen. Hij heeft immers een grote mond. Wijd spet Gerrit zijn kaken van elkaar. Hij probeert het hoongelach van de kerels niet te horen. Hij brengt de biljartbal omhoog naar zijn mond. Maar dan ontdekt hij pas hoe groot dat ding is. Hij blijft voor zijn tanden steken. Een koude rilling loopt de stakker over de rug. Stoere jongens huilen niet. Opgewonden rent Tim naar huis. Dit is nog nooit gebeurd. Hij mag zomaar op een verjaardagsfeestje komen. En hij is niet eens de vriend van Menno. Spannend zeg, een verjaardagsfeestje. Wat zal hij kopen voor Menno? Menno wilde nog niet verklappen wat ze gingen doen. Maar het zal vast heel leuk zijn. Er komen nog 6 andere jongens uit de klas en Myrthe natuurlijk. En hij, Tim, mag ook komen. Bij Menno nog wel. Menno is echt een aardige jongen. Misschien wil hij zijn vriend wel zijn. Tim voelt zich ineens even wat minder blij worden. Ik doe niet mee, zegt Tessa. 3 gezichten kijken haar verrast aan. Waarom niet, wil Jessica weten? Ik kap ermee. Ik voel me gewoon rot dat ik een paar keer heb meegedaan. Dat wil ik niet meer. Wat braaf. Jessica kijkt haar met een minachtende blik aan. Je laat ons dus in de steek. Ja. Tessa hoort dat de stem trilt. Vanaf het begin is ze bang geweest voor Jessica en Nicky. Daardoor heeft ze het veel te ver laten komen. Nu moet ze volhouden. Ze kijkt naar Renate, maar die staat naar de grond. Op weg naar de grote zaal voor het Halloween-banket hoorden Harry en Ron Parvati Patil tegen haar vriendin Belinda zeggen dat Hermeline zat te huilen op de meisjeswc's en met rust gelaten wilde worden. Ron keek nog ongemakkelijker toen hij dat hoorde. Maar een paar tellen later kwamen ze in de grote zaal, die zo schitterend versierd was dat ze Hermeline vergaten. 1000 levende vleermuizen hingen fladderend aan de muren en het plafond. En 1000 andere scheerden in zwarte zwermen over de tafels, zodat de kaarsen in de pompoenen flakkerden. En daar zag Gosem. Hij had hem eerst niet in de gaten. Hij liep zijn kamer in en rook een smerige lucht. Goos dacht meteen aan een maand geleden. Toen had hij ook zoiets geroken en lag er een muis te rotten op zolder. Nou, nu lag er zo te ruiken een hele muizenfamilie. Goos grinnikte, want nu moest zijn vader de zolder weer op. Klaas had een hekel aan de zolder, want die sloeg hem iedere 10 seconden voor zijn hoofd met haar dikke balken. Hè, eindelijk is de site van de bank geopend. Ze typt haar rekeningnummer en code in. Weer wachten. Hopelijk heeft Albert haar naar geld eindelijk een keer gestort. Ze werkte nu al 5 weken en ze heeft nog geen cent gezien. En juist nu ze het zo hard nodig heeft.
Sven heeft al een paar keer om zijn 20 euro gevraagd. Logisch, het is al 10 weken geleden dat ze dat van hem heeft geleend. Tess en Larissa krijgen ook nog geld van haar. Het dreigt nu echt fout te gaan, want binnenkort moet ze Max hebben betaald. De kuil. Ik kan onmogelijk beschrijven wat je voelt als je daar zo alleen staat in de inktzwarte duisternis van dat stille bos, diep in de nacht. Ik werd overspoeld door een gevoel van eenzaamheid. De stilte was diep als de dood en de enige geluiden waren die ik zelf maakte. Ik probeerde zo lang mogelijk om bewegelijk te blijven staan, om te proberen of ik soms iets kon horen. Ik luisterde en luisterde. We hebben er een top 3 van gemaakt. Vind je dat eerst goed? Of take it away. Nou, we hebben, omdat het allemaal niet zo heel veel verschil maakte, uiteindelijk hebben we natuurlijk wel een prijswinnaar, want dat hoort bij een wedstrijd, hè. Ga ik beginnen met de nummer 3. En de nummer 3, die had een heel bijzonder verhaal. Want volgens mij lag er iets in het bed of zo. Er was ietsjes. En toen dacht ik, wat gebeurde nou toch allemaal? Alleen het enige puntje wat we hadden, soms was het net iets te fel. En toen dacht ik van, weet je, dat is het moeilijke. Daar moet je nog eens even aan letten, want iedereen weet nu waar het over gaat. Soms kun je ook iets te nadrukkelijk zeggen. Maar Marit, jij bent de nummer 3 van vanavond. Applaus voor Marit, jongens. En volgens mij krijg je van Karin iets van een oorkonde. Maar dat kan Karin, dat lukt Karin. Dan gaan we naar de nummer 2, want dat hoort zo. Hè? Na de nummer 3 krijg je de nummer 2. En dat was ook een boek waarvan ik dacht van, ik heb er nog nooit van gehoord. Wat van deze zo knap was, die dacht van, ik moet gewoon die jury een beetje inpalmen. Dus als ik nou zo nu en dan eens extra naar die jury lag, misschien komt dat dan wel goed. En Jenske, dat heb je heel goed gedaan. Jij bent de nummer 2 van vanavond. Kom maar gauw. Hartelijk gefeliciteerd en prima gedaan hoor. En net waren ze boven aan de trommelen. En nu moest je eigenlijk zo'n trommel hebben. Hè? Dat hoort dan, dat tromgeroffel. Goed zo. Ja, zo hoort dat allemaal. En dit, ik heb echt ontzag voor de keuze van dit verhaal. Want ik vond het een verhaal waarvan ik dacht van, dit moet je wel durven, dit verhaal. En toen dacht ik van, ook het verhaal was al een beetje dat je denkt van, bijzonder, hè, dat je dat gaat vertellen. Maar de spanning was werkelijk wel te voelen. Wat gebeurt er? Aan de andere kant bleef deze voorleester ook heel rustig. En Julia, daar, ja, heel erg goed gedaan. Jij bent de winnaar. Hartelijk gefeliciteerd. De beker is voor jou. Twee en twee fietsen ze naar het meer. Hoewel het niet is afgesproken, wordt het een stille tocht. Je hoort alleen het gekletter van de regen en af en toe een passerende auto die door een plas rijdt. Een vrachtwagen raast zo dicht langs hen heen dat ze helemaal nat worden. Maar niemand vloekt of wordt kwaad. Het is best een eind fietsen. Vooral omdat ze wind tegen hebben en de regen in hun gezichten slaat. Maar ze klagen niet. Deze ongemakken zijn niets vergeleken bij de pijn van het afscheid. Behalve David is niemand meer bij het meer geweest. Je kunt merken dat ze het eng vinden de plek terug te zien. Hoe dichter ze het meer naderen, hoe langzamer ze gaan rijden. Alsof ze de confrontatie zo lang mogelijk willen uitstellen. Davids gedachten zijn bij de plechtigheid die in het crematorium plaatsvindt. Hij denkt aan Jochems ouders en aan Nienke en aan Simbad, die al 2 dagen in zijn mand ligt, met zijn kop verstopt tussen zijn voorpootjes. De moeder van Jochem vertelde dat Simbad
de avond van het klassefeest ineens heel hard begon te janken. Het was tegen 12 en ze wist niet wat er met hem aan de hand was. Later hoorden ze van de dokter dat Jochem om die tijd moet zijn verdronken. Zo, jij hebt de voorleeswedstrijd gewonnen. Hoe heet je? Julia Korrevaar. Hoe? Julia Korrevaar. En nu heb je gewonnen. Hoe voelt dat? Goed. Ja, leuk. Heel leuk. Ja, vond je het spannend? Ja, heel erg. En nu, waar mag je nu heen? Naar Apeldoorn. En wat gaat er in Apeldoorn gebeuren? Dan moet ik voorlezen tegen de verschillende gemeentes van Gelderland. En de winnaar daarvan? Die gaat volgens mij naar de landelijke. Zo, dus je hebt nog wat voorlees voor de boeg? Ja. Ja. Heb je zin in? Ja. Nou, heel veel succes en we zien je vast nog wel een keertje terug.